ziekenhuis zegt tegen u: even wachten alstublieft, we kunnen u nog niet opnemen voor uw behandeling, want er zijn een heleboel coronapatiënten. Wat vindt u daarvan? Dat hangt er vanaf wat ik heb. Ik ben hartpatiënt, dus als ik aan het hart geopereerd moet worden, dan vind ik dat ze dat maar door moeten laten gaan, ondanks corona. Maar een knieoperatie, ja, daar kan wel wachten. Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen wie het eerste voorgaat. Ja, uiteraard. Daar kun je niet op selecteren. Vind ik tenminste. Want wie mag er dan wel en wie dan niet? Ik bedoel, wie moet die selectie maken? Nou, dat zou ik niet prettig vinden. Nee, helemaal niet. Want ik denk, nou, iedereen heeft de mogelijkheid om gevaccineerd te worden. En waarom moeten mensen daar de dupe van worden? Ja, dus ik zou het niet leuk vinden als dat zou gebeuren. Iedereen kan corona krijgen, gevaccineerden of niet gevaccineerd. Ja, klopt. Maar dan natuurlijk wel in een mindere mate dan als je niet gevaccineerd bent. Dus u brengt onderscheid aan tussen de ernst van de coronapatiënt? Ja, zeker. Kijk, als je niet gevaccineerd bent, dan is de kans dat je het krijgt natuurlijk groter, of tenminste zwaarder, dan als je wel gevaccineerd bent. Maar dan bestaat toch de kans dat je opgenomen moet worden in het ziekenhuis? Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, dan heb je in ieder geval, wat je kunt doen, heb je gedaan. Ja, ik ben natuurlijk nooit blij als iets uitgesteld wordt. Maar ja, die coronapatiënten moeten ook behandeld worden. Dus het is nou één keer zo en we moeten het daarmee doen. En dat is eigenlijk wel in zoverre mijn antwoord erop. Want je kunt er verder niet zoveel van zeggen. Ja, dat ligt eraan hoe die coronapatiënt zijn corona heeft gekregen. Kijk, je hebt een bepaald percentage die ondanks dubbele inenting toch corona krijgt. Dan zeg ik, nou, die moet je opnemen. Maar er zijn er ook, in alle vrijheid, die ervoor kiezen, u zei de glorie, daar heb ik mijn vertrouwen in. En dan denk ik, als u corona krijgt, maar mijt het ziekenhuis. Want je had geen vertrouwen in dat ziekenhuis. Dus ik denk dat onderscheid zou ik wel willen maken. Ik vind dat wel heel erg. Ja, je hebt sommige mensen die zijn het echt nodig. Of mensen die ontzettend veel pijn hebben. Die moeten gewoon wachten daarvoor. Dat vind ik wel heel erg. Ja, wat levensbedreigend is, gaat voor natuurlijk. Maar ik vind het wel erg dat sommige mensen toch wel heel lang moeten wachten op een operatie. Nou, het ligt eraan wat voor een ziekte je hebt. Als je een levensbedreigende ziekte hebt, dan denk ik dat je heel erg teleurgesteld bent dat je niet opgenomen mag worden. Dus ik kan me voorstellen dat mensen daar heel erg boos om worden. Ja. Als het niet dringend is, dan vind ik het wel oké. Dat zou ik heel erg vinden. Ik zou graag ook nog geholpen worden. En wat vindt u daar zo erg aan? Ja, aan de lichter wat je markeert. Als het ernstig is, dan wil je ook graag geholpen worden. Ergens belachelijk als ik de berichten mag geloven dat ongeveer 85% niet gevaccineerden zijn. Vind ik dat die gevaccineerden daar wel eens aan mogen denken. Dat andere ziektes soms ook niet kunnen wachten, maar hun wel voorrang krijgen, terwijl ze het zelf niet willen. Welk advies kunt u dan geven? Ja, gewoon ga prikken. Het hangt er denk ik wel vanaf van het ziektebeeld wat ik dan zelf heb. Of het inderdaad kan wachten of dat ik vind dat het nodig is. Dan ben ik wel benieuwd naar het alternatief, zeg maar. Ik wil dan wel geholpen worden. Ja, want in principe zou het ziekenhuis alle patiënten moeten kunnen opnemen. Ja, dat is, volgens mij is dat ook een soort van grondrecht, geloof ik. Dat de zorg in ieder geval verplicht is en dat we er allemaal netjes premie voor betalen. Dus we ook graag gezond behandeld willen worden. Maar stel, het ziekenhuis moet tot die keuze overgaan vanwege gebrek aan personeel of overbezetting van tal van afdelingen. Ja, en ik denk dat ik wel graag geholpen wil worden. Ik heb het gelezen of gehoord van Isela in Zwolle, dat die mensen verdelen over het land. Kijk, dan heb je toch nog de mogelijkheid om mensen die op de wachtlijst staan op te nemen, lijkt me. En zouden dan ook spoedopnames mogelijk zijn? Ja, spoed is spoed. Hoe dan ook. En daar kan corona ook onder vallen, daar gaat het niet om. De besmettingen lopen op, dus dan verwacht ik dat die opnames ook zullen toenemen. Kan bijna niet anders. Het scheelt natuurlijk dat een heleboel mensen al 2 keer gevaccineerd zijn. Dat mogen we hopen dat dat scheelt. Maar er zijn ook nog een aantal mensen niet gevaccineerd. Ja, en dan denk ik bij mezelf, moeten die dan voorrang krijgen bij spoed? Ja, van COVID ga je niet binnen 10 minuten dood. En met spoedopname kan die 10 minuten wel essentieel zijn. Dus
dan denk ik spoedopname wel. Maar ik denk vooral toch terug naar de basis. Hoe ben je eraan gekomen? Wat was jouw grondhouding? En als je begint met de grondhouding, ik ben in de Heer. Nou, alle vrijheid, ik vind dat prachtig. Maar als het dan misgaat, en niet naar het ziekenhuis, want dat was je principiële keus. En principes moet je een beetje handhaven. Wat zou u zeggen als u minister-president van Nederland zou zijn? Ja, vaccineer. Vaccineer, ja. Ik vind het echt wel best een moeilijk onderwerp dit. Sowieso, sowieso. Maar ja, die mensen hebben ook een behandeling nodig. En als je de beelden ziet, sommigen zijn er echt ernstig aan toe. Dus die gaan sowieso ook voor. Verwacht u dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toeneemt? Ik denk het wel, ja. De griep is er natuurlijk nog steeds, de verkoudheid. Maar ik denk nog wel dat het weer toeneemt, ja. Het is toch verschrikkelijk voor die mensen die daar werken. Over de top werken, doodvermoeid en dat gaat maar door. En op dit moment schijnt er ook geen voldoende personeel te zijn op de IC's. Ja, nou ja, overwerkt dus. Nog steeds te veel patiënten die daar terechtkomen. En dan, als ik het moet geloven van de bericht van de media, ja, dan is dat ongeveer 85% van mensen die dus zich niet en verdommen om te laten vaccineren. Om wat voor reden dan ook. Ik begrijp het niet goed hoor. Het lijkt alsof we ons in een doodlopende straat bevinden. Op die manier wel, ja. Dat vind ik dan wel weer een hekelpunt. Het blijft een moeilijke kwestie. Absoluut. En ik ben ook blij dat ik die beslissing niet hoef te nemen. Ik weet niet hoe erg het nu is, maar ik zou niet graag in de schoenen staan van de mensen die dus weer moeten wachten. Ik weet uit ervaring hoe erg dat is.